aantal personen is gisteren gedecoreerd door president Desi Bouterse in verband met de Dag van de Bevrijding en Vernieuwing. De decoratieplechtigheid vond plaats op het presidentieel paleis. Onder de gedecoreerden bevonden zich enkele mensen die zich in de jaren 80 verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk. Tot ridder in de ereorde van de Palm zijn benoemd Darmautar Tjotkan, Rashid Mohamed Kadir, Benjamin Kublal, Celsius Meynals en Umar Posetico. Glenn Ferdinand en Mario Wijngaarden zijn onderscheiden tot officier in de ereorde van de Palm. Tot commandeur in de ereorde van de Palm is benoemd Carlos Lifoshu. Deze groep heeft mede dankzij hun karakter en wilskracht op hun eigen manier een bijdrage geleverd tijdens de Binnenlandse Oorlog. Volgens het staatshoofd heeft de regering veel waardering voor uw opstelling in het leven. U bent mede dankzij uw karakter en uw wilskracht de beleving van de gedachten van de RIVO op uw eigen manier in staat om op bijzondere wijze om te gaan met mensen, maar ook met situaties en omstandigheden. Situaties waarmee u te maken krijgt en situaties welke uw regering nimmer onderschat, maar ook verdiensten van u die zelden ongemerkt voorbij gaat. Het is de manier waarop u invulling geeft aan uw leven, waardoor u toch anders bent dan andere mensen. De decoratiecommissie heeft u als kandidaat decorandus beoordeeld op verschillende typische kenmerken, zoals doortastendheid in het welzijnswerk, de sociale zorg die u biedt aan anderen, de economische ontwikkeling, maar ook bij de vorming van de jeugd en de ontwikkeling van uw buurt. U doet er eigenlijk alles aan om het negatieve om te zetten in het positieve, in het belang van het grotere geheel. In het kader van 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid is ook een aantal personen gedecoreerd, waaronder Max Breinburg, een van de steunpilaren van de zaalvoetbalsport, en Qi Xiu. Qi is de vertegenwoordiger van de Chinese telecomgigant Huawei. Het Chinese bedrijf is door Telesuur aangetrokken voor de uitvoering van zijn nationaal breedbandplan. Tijdens de ceremonie in november 2017 was Qi uitlandig, dus nam hij gisteren alsnog zijn versierselen in ontvangst. Qi Xiu kreeg de onderscheiding tot ridder in de ereorde van de Palm. In onze ontwikkeling staan we niet alleen en hebben we ondersteuning met elkaar nodig. Suriname leeft niet op een eiland. We zijn met elkaar verbonden. En eigenlijk zijn we één. Wanneer wij op bijzondere wijze ondersteuning krijgen, ook vanuit het buitenland, dan past het bij dit soort gelegenheden deze bijzondere mensen voor het voetlicht te plaatsen. President Desi Bouterse gisteren op het presidentieel paleis. Hij sprak personen toe die gedecoreerd zijn in verband met de Dag van Bevrijding en Vernieuwing en met 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid.